jongens, we gaan het weer proberen. Gisteren geen ene klote te doen, dus ook geen vlog. P, is koud? Het is boekoud. Echt, het is niet normaal hier. God, we lijken dat we de Arctic Circle race doen of zoiets. Jezus, Mina. Ik bedoel, de ijspegels hangen aan de spiegels. Bewijs van. Nou goed, we gaan een stukje hobbelen. Hopelijk gaan we naar beter weer. We gaan naar, hoe heet de plaats ook weer? Sharaita of zoiets. Zoiets. Geen idee. Dus we gaan die kant op hobbelen en dan gaan we wel zien wat er gebeurt. De Citroën is gisteren ook glansrijk door de proef heen gekomen, dus dat is voor hen lekker fijn. Wij gaan rijden. Gelukkig is het hier allemaal wat meer verhard nu dan dat het was. Het was hier echt één drama. Het is gisteren één grote verzinkerij. Oké. Nul zand en nat en klei. Dus we gaan lekker hobbelen. Nou, we zijn al 3 uur aan het rijden, jongens. We zien al 3 uur niks anders dan dit. Het is allemaal zand. Niet best. Nou, eerst het rijden met pannen. Maar het is nog even spannend, want ik de tankstation, ik denk het volgende tankstation wel. Ja, die was 300 kilometer verderop. Dus dat ging niet helemaal lukken. Dus we hebben met Peetje samen, hebben we eventjes... waar de twee jerrycans achterin staan voor de aggregaat, die hebben we overgegeven op een slangetje. We hebben vorige keer bij een of andere Arabier een pompje gekocht, dus dat is een hevelpompje. En dat was mooi eventjes de wet van de communicerende vaten. Dus ja, we hebben twee jerrycans leeg geblaft. Toen zijn we naar het volgende tankstation gereden en daar hebben we hem, hij was echt leeg. We hebben 143 liter getankt, terwijl er 150 in kan. Dus best gelopen. Zo mensen, er gebeuren mooie dingen hier ook. Hopelijk hebben we ook nog internet, dat zou allemaal mooi wezen en dan kunnen we nog een keer wat op internet zetten. Nou, het trucje staat. Dat ging nog niet vanzelf. Heb je het net zelf gewoon gruwelijk vastgereden, Patrick? Nee, oh eventjes. God. Nee jongen. Kijk nou, ik zat ook vast en hij staat, maar hij heeft nog een 6x6 met 480 pk. En ik heb een 4x2, dus twee wielen aangedreven. En ik heb zo'n invalide torretje erin zitten. Maar goed, daar gebeurt ook nog iets moois. Zo. Maar ja, het lullige is een beetje, we gingen daar de hoek om in de verte. Nou jongen, ik zweer het je. Ik gaf gas, ik ging alleen maar rechtdoor. Toen zat ik bijna in dat rode zeil daar, in die huif. In het midden. Nou, dat ging maar net al goed. En toen zegt het vrouwtje van de organisatie, yes, you have to move over there. Nou, vast. Toen hadden we een spanbandje gepakt. Nou, die zei pang. En toen kwam er een spanbandje waar je een oceaanschip mee de kant op kan trekken. En dat ging wel goed. Goed. Ik moest op aanwijzingen van JP die kant op, maar toen ging het fout. Ja, zeker. Weet je, die rijdt zo in mijn kast. Gaat hij dat zeggen? Wat een hondenlul. Nou goed. De sfeer is weer gezet. JP gaat stroomjatten. Zo mensen, we lopen hier in de woestijn. Buiten het bivak. Er is geen internet. Het is hier ook helemaal stil als je iets verder loopt. Dus er zijn ook geen filmpjes om te uploaden, jongens. We zitten 3 dagen nog hier, we hebben 3 dagen geen internet. Dus mocht dit online komen, dan weet je even hoe het zit. Het is niet om jullie te pesten, maar het is er gewoon niet. Wat dat betreft weer een dikke pluim voor de organisatie. Goed geregeld. Voor al onze nikszeggende reisvlog die we nu gaan maken, want zoveel valt er niet te melden. Maar kijk even wat een supermarkt. Gewoon met tankstation, hè, dit. Ja, net wat je zegt, dit is waarschijnlijk de enige supermarkt in de omstreek. Ik kan echt alles halen hier. Nou ja. Maar eens kijken of er wat te snacken valt. Oh, kijk hier, een kabel hier. Je kan hem maar nodig hebben. Spanbanden, shortbanden. Compressor. Deze winkel hadden we eerder moeten. De Dakar is nu voorbij. Nou, we gaan even shoppen. Mensen, en met dit prachtige uitzicht over deze duinen wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlogs.
Willen jullie meer zien? Klik even op abonneren. Dat helpt mijn kanaal verder. Duimpjes zijn altijd goed en delen is ook prima natuurlijk. Nogmaals bedankt voor het kijken en ik zou willen zeggen, laters!